Thank you.
Verzamelstootje kan je op twee manieren maken. De klassieke manier, die 90% van de mensen zo zal maken. Maar het is natuurlijk ook altijd wel een spectaculaire manier om een verzamelstootje te maken. En deze zal waarschijnlijk niet zoveel gemaakt worden. Maar het is wel leuk om te zien. Dit is hem.